voorbereiden. Hè? Wat doen jullie ook nabereiden, Lieneke? We kijken na het gesprek ook even terug. Ja, een soort van afterparty. Ja? Soms wel, ja. Als een cliënt het gedurfd heeft bijvoorbeeld om zijn mening naar voren te brengen, wat hij bijvoorbeeld spannend vond. Ja, vraag je natuurlijk wel hoe dat gegaan is. En dan wordt het ook wel makkelijker, denk ik, om een volgende keer weer te doen. Maar ja, we merken wel dat cliënten het fijn vinden dat wij er wel zijn voor ze, om ze te coachen. Niet allemaal, hè. Sommige cliënten die kunnen het heel goed zelf. En iedere cliënt kan het op zijn of haar manier heel goed zelf. Maar soms is het net fijn om even dat steuntje in de rug te hebben. Dat extra steuntje te hebben, zeker weten. Mooi. Ja. Hey, en tenslotte, begin ik bij jou, Sandra. Wat betekent geluk voor jou? Wat is dat voor jou? Hè? We zeggen bij overal, dat is dat je zoveel mogelijk je eigen keuzes kunt maken. Dat je mee kunt doen in de samenleving. Dat je van waarde kunt zijn. Ja, wat betekent dat dan voor jou? Ja, nou, wat je net noemde, dat geldt eigenlijk voor mij ook. Want dat vind ik ook heel belangrijk. Dat vind ik ook heel fijn dat ik dat allemaal kan. En het is ook, de gezondheid van jezelf en van de mensen om je heen is toch wel heel belangrijk. En ja, nu in deze tijden denk ik ook leven in vrijheid. Daar heb ik nooit bewust over nagedacht. Hoe komt het dat je er nu wel over nadenkt? Ja, omdat je toch in het nieuws ziet wat er allemaal in de Oekraïne gebeurt. En je ook in je eigen dorp vluchtelingen zijn opgenomen. Komt het in één keer toch wel heel dichtbij. Ja. En denk je van, goh, je zou het maar mee moeten maken. Ja. En dat maakt mij dan nog wel gelukkig dat ik dan in ieder geval hier in een land woon. Waar het gewoon allemaal, waar je kunt zeggen wat je wil. Waar je kunt doen wat je wil. En vind ik belangrijk. Ben ik me nu meer van bewust. Ja, daar word je dan extra bewust van, hè, als je daar zo dichtbij komt. Ja. Ja. En voor jou, Lieneke, wat is voor jou geluk? Ja, ook het stukje van dat het goed gaat met de mensen om mij heen. En met mijzelf uiteraard ook. Maar dat maakt mij het meest gelukkig als gewoon dingen zijn gangetje gaan. Ja. En je fijn kunt leven, leuke dingen kunt doen met fijne mensen. En ook met plezier naar je werk kunt gaan. Ja. Vind ik ook heel belangrijk, want het is ook een groot deel van je week. Dus als dat allemaal in balans is, zeggen ze dan, daar word ik wel gelukkig van. Ja, mooi. Ja, helemaal goed. Hey, en voordat we afsluiten, zijn er nog dingen bij waar jullie zeggen, dat wil ik nog even kwijt hier. Nu ik hier bij de Radio Oro, internationaal radio, voor de microfoon zit. Zijn er dan nog dingen waar je zegt, dat wil ik nog even kwijt? We vinden het in ieder geval heel fijn dat we uitgenodigd zijn. Dat we hier naartoe mochten komen. En dat we kunnen vertellen over wat wij als cliëntcoaches doen. En nogmaals, als je denkt van, goh, is dat iets voor mij, die wijkraad? Of zoek contact. Dan kan je bij je begeleider aangeven of bij de wijkmanager. Of misschien ken je Lieneke of mij wel. Kom een keer langs, zou ik zeggen. Wij vinden het heel fijn als er weer nieuwe mensen bij komen. Dus daar heb ik eigenlijk niks op aan te vullen. Nou, maar dat klinkt heel goed. Ja. Dankjewel. Dan Lieneke, dan gaan we naar jouw nummer, wat jij hebt ingebracht. Ja. Ik sta klaar voor jou van de kick. Ja. Waarom? Nou, ik ben een paar jaar geleden naar het theater toe geweest van de Kik. En heet het theater De Kik Hertaald. En die hebben dus allemaal nummers uit het Engels, volgens mij ook andere talen, vertaald naar het Nederlands. En dit is een nummer, dat ken ik van vroeger van de serie Friends die ik vaak keek. Een heel vrolijk nummer, maar het heet Ik Sta Klaar Voor Jou. En ik vind het gewoon belangrijk om klaar te staan voor mensen om me heen. Maar ook op het werk, voor cliënten. Dus zo doen we dat nummer. En hertalen, dat past ook wel bij ons werk. Want wij zijn als cliëntcoach ook vaak bezig met bijvoorbeeld moeilijke stukken makkelijk te maken. Dus maar vooral de boodschap van ik sta klaar voor jou, vind ik belangrijk. Mooi. Ja. Dankjewel. Mag ik jullie allebei verschrikkelijk bedanken dat jullie hier daartoe zijn gekomen om jullie verhaal te vertellen. Nogmaals dank. En we gaan luisteren naar Ik Sta Klaar Voor Jou van de Kik. Maar ik sta klaar.
dames en heren. Dit is Geluk en Zo. Met uw gastheer, DJ Jan. We hebben net een leuk interview gehad met Sandra en met Lineke, cliëntcoaches. Ze hebben ons over hun werk verteld, hoe je dat wordt. En ze hebben eigenlijk ook wel een oproep gedaan van jongens, als je lid wil worden van de wijkraad en je wil er zo over praten, je bent geïnteresseerd, neem contact op, want er is altijd plek en er zit altijd op mensen te wachten. Wij gaan door met het tweede deel van Geluk en Zo. En dat doen wij met Suzanne Jagers. En Suzanne Jagers die zit hier vanwege haar inbreng met de zogenaamde praatplaten bij Oro. Suzanne, van harte welkom. Dankjewel. Even heel kort. Wat is een praatplaat? Nou, om te beginnen zal ik eerst even de term veranderen. Want sinds dit jaar noemen we hem de krachtpatser. Oké. Okay. En voorheen heette het de teken praatplaat. Maar dat was nogal een tongbreker. En omdat ik nu digitaal aan tekenen ben, dachten we van nou, dan gaan we meteen ook de term aanpassen. Dus het is de krachtpatser geworden. En de krachtpatser is eigenlijk een tekenpraatplaat waar de wensen, de doelen, het levensverhaal, de krachten van de cliënt worden uitgetekend. En op een A3 formaat wordt die aangeleverd op een soort placemat. Ja. Oké, we gaan er zo over doorpraten. Prima. We gaan eerst eens even kijken, want jij hebt ook 3 muziekstukken uitgezocht die voor jou belangrijk zijn. En het eerste is The Hole of the Moon van de Waterboys. Waterboys, denk ik dan. Waterboys, ja. Hey, en vertel eens over, waarom dat? Nou ja, goed. We hebben het altijd over de cliënt die gelukkig mag zijn. Nou goed, als ik over het geluk spreek, dan denk ik meteen aan de muziek van vroeger. En de Waterboys was onder andere één van de bands waar ik heel gelukkig van word. En vooral het liedje. Qua betekenis van het liedje... niks. Ik vind het gewoon een heel vrolijk nummer. En ik denk, die moet erin. Ja. Goed gedaan. Wij gaan naar luisteren. The Hole of the Moon.
Jan hier. Ja, Suzanne Jagers hier. En dit was een mooi nummer wat Suzanne heeft uitgezocht. Gewoon omdat ze het mooi vond. The Hole of the Moon van de Waterboys. En met Suzanne, ja, we hebben net eigenlijk al een eerste stukje verkend. Hè? De praatplaat, wat is dat eigenlijk? En dan blijkt dat helemaal geen praatplaat meer te heten, maar de krachtpatser. Maar misschien is het goed dat je nog even uitlegt hoe dat in elkaar zit. Want je vertelt, je maakt dan een soort van plastic plaat, geplastificeerde plaat. En dan zie je, daar teken je van alles op. Wat is dat dan? Het is eigenlijk voortgekomen uit dat cliënten het soms heel erg moeilijk vinden om gesproken taal of geschreven plannen gewoon niet begrijpen. En vandaar uiteindelijk ook het idee is ontstaan van waarom teken ik het niet uit? En vaak blijven beelden en tekeningen gewoon veel beter hangen. Dat is ook bewezen. Dus uiteindelijk ook de start gemaakt om dingen uit te werken, ook voor cliënten. Van oké, bedoel je dit? Dus inderdaad, pen en papier erbij gepakt en dingen uit tekenen. En het spreekt gewoon ook veel meer aan. Cliënten die inderdaad zo'n tekenpraatplaat, je gaat in eerste instantie het gesprek aan met de cliënt. Daar geven ze alles, hun wensen, dingen, het levensverhaal omschrijven ze. En ja, ik ben eigenlijk de visuele vertaler. Ik teken het uit. Ja, maar daar heb je. Kijk, we zitten hier bij de radio, hè, dus we kunnen het niet laten zien. Nee. Maar je hebt een tekenpraatplaat meegenomen. Ja. Wat een krachtpatser heet. Ja. En kun je eens over vertellen van wat zien we daar nou op? Want ik zie hier dus een A3 liggen. Ja. Met veel kleurige beelden en tekeningen, wat letters en wat woorden. Vertel eens, wat is dat dan? Het start eigenlijk met het portret van de persoon waar de plaat voor gemaakt wordt. En daarboven ook de naam. En daaromheen kan eigenlijk alles, familie, belangrijke mensen voor een cliënt, waar hij in uitblinkt of waar hobby's die hij nog wil gaan beoefenen of waar hij vroeger heel erg goed in was. Dus cliënt is eigenlijk degene die echt duidelijk aangeeft wat er per se op moet. Soms staan er doelen in het plan omschreven, terwijl een cliënt zegt van, ja, maar daar wil ik er niet op hebben. Ik vind het belangrijker dat ik uitblink in scoren tijdens het voetballen. Zet dat er maar op. Dus dat is wel iets waar ik dan ook naar luister. Dus het zijn echt de dingen die de cliënt zelf echt heel belangrijk van zichzelf en van zichzelf vindt. Ja. Ja. Dus dat is. Die komen op de plaat. Die komen op de plaat. En vervolgens, het ziet er ontzettend mooi uit, kan ik jullie verzekeren. En hoe gaat dat dan verder? Want dan staat het op de plaat en dan? Dus inderdaad, er is een gesprek met de cliënt, sprokkel ik dus de informatie, dan werk ik het uit op de plaat. Met goedkeuring van de cliënt wordt die afgedrukt bij het grafisch centrum. En dan kom ik hem netjes afleveren. En dan is het de bedoeling dat de cliënt, bijvoorbeeld, het is gewoon een heel goed communicatietool, dus dat betekent dat het een goed hulpmiddel is om het gesprek met de ander aan te gaan. Dus er zijn mensen die het gewoon heel lastig vinden om zichzelf voor te stellen aan nieuwe begeleiding bijvoorbeeld. En de ervaring is, sommige cliënten nemen dan die plaat bij de hand, en waardoor dus een gesprek mogelijk is. De cliënt wordt bevraagd door de nieuwe begeleiding van, oh, ik zie op de plaat bijvoorbeeld een aantal mensen, wie zijn dat? Dus de cliënt wordt ook uitgenodigd om wat over zichzelf te vertellen. Ja. Hey, en waarom hebben we dan eigenlijk een zorgplan nodig? Ja, dat is een goeie. Het is eigenlijk ondersteunend. Hmm. Dit is echt ondersteunend aan het zorgplan. Het geschreven plan. Ja, we moeten alles geschreven onderbouwen. We zijn weer verplicht. Ja. En dit is echt iets wat van de cliënt zelf is. Ja, het is eigenlijk echt, dit is belangrijk in mijn leven. Dat zegt de cliënt er eigenlijk mee, denk ik, hè? Ja.
Want jij hebt er voor mij stiekem ook nog wel eens eentje gemaakt. Klopt, ja. Dus dat is ook. Dus ik weet wel een beetje hoe het in elkaar zit, denk ik. Ja. Hoe het eruit ziet. Is leuk. Is mooi. Hey, en wat kost het eigenlijk om zo'n praatplaat te laten maken? Of zo'n kwartpatser? Nou, omdat het. De tekenpraatplaat is echt. Nou, dan zeg ik zelf tekenpraatplaat van mij. Nou, de krachtpatser. De krachtpatser. Dat is mijn schuld. Ik zal het niet meer doen. Geeft niks. Het is supportgericht. Gekoppeld aan het supportgericht werken. Waar we bij Oro. Volop mee bezig zijn. Dus de uren die ik maak als tekenaar, maar ook de tijd die ik kwijt ben voor het gesprek, mag ik schrijven als begeleidingsuren. Dus begeleidingsuren op de cliënt zelf, waar de plaat voor bestemd is. En vaak hebben mensen, de mensen moeten dan wel een indicatie hebben, dus een WMO of een WLZ indicatie, en daar mag ik op schrijven. Dus er komt geen handje contantje geld aan te pas. En als je nou medewerkers zitten te luisteren en zegt, ik zou dat eigenlijk ook wel leuk vinden. Wat dan? Ja, nou, wat kost die dan? Of heb je daar nog geen prijs voor? Nee. Daar moet jij zo over nadenken. Daar zal ik eens heel hard over nadenken. Daar moet je zo over na gaan denken. Ja. Want dan wordt na radio wordt dat natuurlijk een mega succes. Superdruk. Hey, en je vertelt dat het doe je digitaal. Ja. Hoe werkt dat dan? Voorheen tekende ik het echt met potlood en... een mooie zwarte stift. Maar daar was het... het blijkt dus, het is gewoon heel tijdrovend. En het mooie aan zo'n plaat is ook dat het iedere keer veranderen kan. Mensen hebben andere doelen, mensen hebben nieuwe hobby's. Het moet gewoon up-to-date blijven, de plaat. Dus digitaal is dat gewoon makkelijker aan te passen. Dus met een tekentablet ga ik aan de slag. Een tekenpen heb je dan. Dus dan ga je op een tablet ga je met een pen die daarvoor bestemd is, ga je tekenend aan de slag. Het is daardoor makkelijker ook aan te passen. En ik kan het ook meteen doorsturen naar het grafisch centrum, waar het dus wel uitgeprint wordt en gelamineerd wordt. Ja. Super hoor. Hey, en als ik nou zeg van god, ik wil zo'n praatplaat. Of ik wil, nou zeg ik het toch ook weer. Ik wil zo'n krachtpatser. Ja. Hoe kom ik daar dan aan? Moet ik jou dan bellen of hoe werkt dat dan? De meest makkelijke weg is dat als een cliënt aangeeft van nou, ik wil hem, of begeleiding geeft aan van dat zou voor die persoon super zijn, dat de begeleiding contact opneemt met mij. Dat kan via de mail of via een telefoontje. En dan is het een kwestie van een afspraak maken. Dus eigenlijk heel makkelijk. En jouw mailadres en telefoon, dat kunnen ze bij de receptie van Oro krijgen? Ja, of hoe gaat dat kan. Dan? Ja. Oké. Okay. Ja. Okay. Nou, dankjewel. Ik stel voor dat we even naar jouw volgende nummer gaan. Ja, ja, dat is goed. Want jij had het volgende nummer wat je had uitgezocht, is Clocks van Coldplay. Ja, nou wil je weer uitleggen, hè? Ja, maar ik durf het al bijna niet meer te vragen, want ik denk dat ik het wel weet. Ja, nou goed, ook ik vind hem super mooi. Ik vind het super gaaf. Maar volgens mij gaat het ook een beetje. Is het een liefdesliedje, volgens mij, waar de nodige ups en downs in voorkomen. Ja, maar dan moet je er ook iets over vertellen. Dan moet ik er ook iets over vertellen. Maar goed, dat is bij mij helemaal geen sprake van, die ups en downs. Nee. Natuurlijk, iedereen heeft ups en downs. Misschien moet ik het gewoon globaal maken. Iedereen heeft ups en downs. En een zo weinig tijd. De tijd tikt weg. Dus we moeten het gewoon ook... ik vul het dan in van... Maak alles niet zo zwaar en geniet van het leven. Nou ja, goed. Dat is misschien heel kort tot bocht. Dat is niet maar... mooi. Dat is mooi. Dat nemen we mee in gedachten als we gaan luisteren naar Clocks van Coldplay.
Ja, beste mensen, we hebben even genoten van Kloks van Coldplay. Een van de favorieten van Suzanne Jagers. Onze krachtpatser. Dat is eigenlijk veel mooier als tekenpraatplater. Ja. Dus ja, jij hebt er net wat verteld over de praatplaat wat krachtpatser heet. Waarom je die maakt eigenlijk en hoe je daar aankomt. Het is eigenlijk een soort communicatiemiddel. De cliënt kan daar om vragen via de begeleiding of direct bij jou, telefonisch, via mail. En dan krijg je echt een plaat waar dingen uit jouw leven die jij belangrijk vindt op getekend staan. Ja. Dat is leuk, altijd een mooi overzicht. Maar ook mooi om daar met anderen over te praten, zeg maar. En hoeveel maak je nou van die dingen per maand? Want dat doe je digitaal, had je net verteld? Ja. Nou, het is best lastig om daar antwoord op te geven. Het wisselt heel erg. Het kan een aantal weken inderdaad achter elkaar zijn dat je een plaat mag tekenen. Maar het kan ook een hele tijd stil zijn. Inderdaad, coronatijd heeft daarbij roet in het eten gegooid. Toen was het weer even stil. Maar je ziet ook heel erg, bijvoorbeeld als één cliënt van een woongroep zo'n plaat krijgt, dat de rest dus ook enthousiast gaat worden. En dat er vervolgens ook weer een verzoek namens de rest binnenkomt. Ja. Zoals ik, dat heb ik afgelopen keer van de Venne. Dus ik mag voor een hele groep, woongroep, mag ik voor elke cliënt een plaat maken. Dus jongen, dat is supergoed. Ja, dus, maar dan loopt de wachttijd wel op, denk ik, of niet? Dan wel. Ja, dan wel. Dan wel. Verder niet. Hey. Vertel eens wat over jezelf, Suzanne. Wat heb je van hobby's? Waar woon je? Hoe woon je? Ik ben Suzanne. Ik ben getrouwd. Ik heb 3 dochters. 1 van 21, 19 en 1 van 12. We zijn een zorggezin. We zitten allemaal in de zorg. Dat is gezellig. Dames die de opleiding in de zorg hebben. Ja, de jongste inderdaad nog niet, maar misschien gaat hij ook wel de zorg in. Mijn man inderdaad, die binnen de psychiatrie werkzaam is. Ik heb ook in de psychiatrie gewerkt. Uiteindelijk hier bij Oro beland. Hoe is dat gegaan? Hoe ben je nou bij Oro terechtgekomen? Eigenlijk nadat ik bevallen ben van de eerste. En ik in Deurne kwam wonen, want ik kom niet uit Deurne. Ik ben geboren en getogen in Oorschot. Wilde ik dichterbij gaan werken. En ik wilde niet meer met de doelgroep de psychiatrische cliënt. Ik wilde met mensen met een verstandelijke beperking. En dus op het Rijtven. Ik zit eigenlijk al 19 jaar bij Smalle Haven. Ja. Zo, dat zijn nog eens tijden. Ja, dat zijn. Maar je hebt het dan aan je zin, begrijp ik. Ja, jawel. Het is nu, zoals ik hem nu zie, ik werk ambulant. En ik heb nu het tekenen erbij. En dat is een super combinatie, waardoor ik best wel veel vrijheid heb om dingen in te plannen. Er hele mooie opdrachten binnenkomen. Ook naast de tekenpraatplaat komen ook nog opdrachten van andere oro-afdelingen binnen. Dus dat is gewoon super. Ja. Superleuk. Ja. Hartstikke mooi. Hey, en wat, als je even kijkt naar jouw tekenpraktijk, zullen we maar zeggen. Hè? Wat kun je nou een voorbeeld noemen van dat is het leukste wat ik ooit heb meegemaakt? Dat is zo bijzonder. Ik vind eigenlijk alle momenten waarbij ik de tekenpraatplaat, de krachtpatser, aflever, vind ik heel erg leuk. Of eigenlijk het moment dat de cliënt de eerste tekeningen ziet. En dan de reactie. Bijna altijd super positief. Vooral de reacties van, hier herken ik me helemaal in. Laatste keer ook.